De dichters waren als ik met heel vaak odes schrijven, als ik het wil. Ik vertel er wat over in deze column. En ik lees er bij voor. Maar het gaf wat ongemak onder de dichters, daar gaat het ook over. En het heeft ook met de tijd te maken waarin dit zich afspeelt. De tijd waarin... we hebben nu eigenlijk echt concreet last van wat onze regering heeft besloten omtrent de ruimte voor de kunsten. Er wordt nu niet veel minder over gesproken. Toen ik dit schreef, een jaar geleden, was de discussie nog veel heviger. En nu is het allemaal in werking gezet en nu horen we er niet zoveel meer over. Maar goed, het gaat over ook het beeld van kunst en kunstenaars. Bevriende harpistes, Eva en Katja, vertelden het ongeveer zo, punt. Een heer des huizes had boven zijn woning in het Gooi een concertzaal laten bouwen. Ons was gevraagd een huisconcert te geven. Kort daarna verscheen een artikel in het Financieel Dagblad waarin dezelfde gastheer uitpakt. Het stemde hem vrolijk, vertelde hij, dat hij nu topmuzici in kon huren tegen een zacht prijsje. Hij let vooral op de laatste vijf woorden en de toon is weer gezet. Het hoort niet, maar het meurt wel. Het meurde vooral toen zekere halbe zet het weer in zijn VVD-hoofd haalde om verhaal te halen na het verschijnen van het rapport Cultuur in Beeld in december 2014. Hij eiste leergeld voor de protesten van de kunstsector tegen de bezuinigingen. De sector moest bukken en met een pet in de hand door het slijk om zijn heiligheid halbe excuses te maken voor de toonde onvrede. Misschien weten jullie het nog. Gij zult buigen, zei gij klagende artiesten. Halbespraak was een kwestie van tijd. Want wat toonde hij zich op zijn pik getrapt toen Ramzi Nasser hem in die hete zomer van 2011 een onderknuppel noemde van zijn liberale regering. Maar hij lachte vast en zeker in zijn vuistje toen twee dichters die knuppel even van hem leenden om er in december 2014 de jeugdboekenschrijfster Floortje Zwigman mee op de kop te timmen. Ze meldde dat haar werk onzichtbaar was geworden met het verlies van het laatste icoon van de kinderboekenkritiek, de Leeswereld. Dat is een Belgische krant voor deze zet. De dichters, en die dichters maar denken dat die Zwigman een clowneske, armetierige klaagauteur was, die alleen maar bezig was met haar eigen verschralende inkomsten. Bleek ze gewoon een fulltime baan te hebben met een gestaag groeiend oeuvre. Inmiddels weten we dat de dichters het goed bedoelden. Het gemep op Zwigmans kop was een opvoedkundig hoogstandje en daarom een teken van, tja, beschaving. Dat ze Zwigman zelf probeerden te pakken op een detail doet daar natuurlijk niets aan af. Het vaderland bedankt ze voor de collegiale tips. Kunstenaars moeten gewoon lekker hard werken, niet zeuren en zich nergens te goed voor voelen. Ja, ze moeten alles aanpakken. Divide et impera. Halbezet heeft het met terugwerkende kracht, maar mooi voor elkaar. De sector doet tegenwoordig een eigen richting. De laatste tijd bereiken mij verzoeken om een ode, een eerbetoon aan de koning, een ode aan de schaakbond, een raad van toezicht, de laaggeletterde, de leraar, de boekhandelaar, de bibliotheek, Jules Deel, de Luciber, Gerrit Kouwenaar en natuurlijk de poëzie als moeder van de liefde. Een ode aan de raad van toezicht, want een raad van toezicht krijgt al snel de proporties van een strak partijtje smeren op papier. Maar een ode aan Jules, eentje aan Kouwenaar, eentje aan Kopland. Het is allemaal goed te doen. Ook oden aan de collega-dichters behoren tot de mogelijkheden. Ik ga er eentje voorlezen van Kouwenaar. Dat is naar aanleiding van zijn overlijden, ik denk anderhalf jaar geleden. Het heet heel simpel voor Gerrit Kouwenaar. We hebben Kouwenaar gekregen om de tijd te verzetten van ademend stof, zeldzaam zo helder, naar minder dan dood. We hebben Kouwenaar gekregen om de lamp te verhangen, om een woord te verzinnen voor het slapende vuur in de pan. We hebben Kouwenaar gekregen om een voet te verzetten, het lot van de bomen, de avond vergeven, nog één sigaret. We hebben Kouwenaar gekregen om de stilte te meten, het landschap te spellen, geblaf van een mondige hond. Om de dood van de ondode dichter te eren hebben we
Kauna gekregen om de datum te verzetten en op vrijdag te vertikken dat hij donderdag mocht gaan. In het kader van de dode dichters dan nog maar, eentje voor Rutger Kopland. Door dezelfde kunstenares die een borstbeeld heeft, bust heeft gemaakt voor Willem-Alexander. Dezelfde beeldhouwer heeft ook een buste gemaakt voor Rutger Kopland. Staat in Haren, hier vlakbij, in de bibliotheek. Misschien ken je hem wel. En daarom dit volgende gedicht bij de ode aan Rutger. Want ja, ik kan mij in alle bochten brengen tegenwoordig. Dat is ook interessant. Dat het op een gegeven moment niet meer zo heel belangrijk is wat ik nou eigenlijk ergens van vind, maar dat ik zoek naar een manier om het te laten raken. Dus ik heb me heel erg ingelezen in het werk van Kopland en uiteindelijk vind ik het eigenlijk prachtig. Dus ja, het kan verkeren. Rutger Kopland. Het kon gebeuren dat geschreven dingen ontevreden werden toen jij ging. Ons lurks de rug toekeerden en onvindbaar bleven. Zelfs de grote dingen waggelden toen je ging, dachten we weg. Het kon gebeuren dat we over de ziel zeiden dat die misschien wel onverstoorbaar, niemand kon toch zonder andere onderwerpen. Maar jij bleef weg van het gedoe zonder jou, waan van de dag. We heten jou kameraad van alle dingen. Dat we dat durfden, toen je van steen het hart van tafel het tafelachtige omarmde. En toen je zei, mooi, maar dat is het woord niet. En hoe je het verdwijnen, het verschijnen van de dingen in het landschap van de poëzie ontwaarde. Ja, en dan wil ik jullie ook toch niet besparen de ode aan Jules Deelder die ik heb geschreven. Hij werd 70. Wanneer was dat ook alweer? November volgens mij. Hij werd 70, was groot geweest in Rotterdam. Hij kreeg de ene ode naar de andere. En ik vond het ook leuk om te doen. Het idee was, het was even werk, maar de uitvoering was niet zo moeilijk. Ik heb een nieuwe versie geschreven van zijn kutgedicht. Dat kent u allemaal. Ja, klopt dat? Je kent het kutgedicht. Zijn, ik weet niet hoeveel het er zijn, 60 varianten op de vagina. En ik heb een portret gemaakt van Jules. Jules zegt, begint dus steeds met dat ga ik nu even niet doen. Maar ik ga wel deze ode lezen. Oh, Jules. Jullie kennen toch allemaal Jules Deelder, hè? Ja. O strak, o pak, o streep, o strik, o strop, o lijn, o vouw, o snit. O bril, o kriem, o sik, o peuk, o smoel, o muil, o taas, o toot. O God, o Heer, o haan, o hoer, o hel, o ziel, o schoft, o held. O zot, o dwaas, o king, o clown, o lord, o kwast, o freak, o gast. O stuf, o speed, o breeze, o junk, o trip, o coke, o dam, o roam. O jazz, o jam, o drum, o draai, o groove, o stress, o kate, o bang. O Rotterdam, o bom, o war, o graf, o gat, o plein, o hart. O spart, o a, o sport, o ja, o nee, o rood, o wit, o dood. O recht, o raap, o vloek, o zucht, o dicht, o rijm, o ram, o klucht. O kut, o fuk, o ruk, o reet, o shit, o scheid, o stront, o muur, o nacht. O zwart, o drift, o geest, o brain, o flow, o taal, o beest. O pik, o fluit, o punt, o prik, o pen, o tamp, o roe, o deel. O biel, o piem, o stok, o speer, o zwaard, o pees, o eik, o spier. O staaf, o mast, o vlag, o vuur, o lief, o lul, o jul, o jul. Daar was hij heel blij mee.